Het vissen is best populair. Waar ik hier normaal gesproken alleen of met één of twee andere mensen stond, staan hier soms wel 8-9 mensen. Ik noem het soms ook wel gekscherend de hefteling. Zo druk is het hier soms. Ik maak vaak even een praatje, kijken wat er precies gebeurt. Wat er gevangen wordt en waarmee. Dan kan je dan toch ook op een ander moment weer je voordeel doen. Maar ik ga er niet tussen staan. Dan zoek ik wel weer een ander rustig plekje op. Waar Arthur vaak in de stad vist, vist Hans het liefst op rustige plekken op een heel ander soort vis, namelijk de karper. Ook hij ziet het drukker worden. De normale plekken die je lekker kon bevissen, daar zat wel eens iemand. Maar nu merkt je wel dat er wat meer bevolking zat. En ook andere mensen. Dus niet de karpervissers met een pluutje en een tentje en de juiste goede uitrusting. Je zag ook gewoon de jongens die net een hengel hadden gekocht, denk ik, in de hengelsportzaak. Arthur, Hans en ook David zijn ervaren vissers. Die kennen vast nog wel wat plekjes waar ook jij rustig kan vissen. Of toch niet? Ja, dat zijn plekken die ik eigenlijk liever voor mezelf hou. Nou, dat komt eigenlijk dat het wel erg druk is tegenwoordig aan de waterkanten. En dat de plekjes, zeker in deze regio, wel soms wat schaarser zijn. Dus dan moet je voor jezelf toch wel eigenlijk die dingen die jij zelf erg leuk vindt, toch een beetje geheim houden. Is het al vechten geweest om plekken? Of, Dat heb ik nog niet gehoord, maar dat het zou best wel eens kunnen dat het gebeurd is, hoor. De karpervissers, sommigen, die zijn erg fanatiek als ze... Die stek wil die juist bevissen en die heeft die bevoerd. Dat is mijn stek. Klinkt misschien een beetje heftig allemaal, maar karpervissen is wel net iets anders als het vissen wat Arthur langs de Maas doet. In het vissen op karpers gaat veel meer tijd zitten. Dit soort vissen moet je namelijk naar je toe lokken met voer. Het kan rustig zo zijn dat je 2 weken lang dagelijks naar dezelfde plek rijdt om te voeren. In de hoop om uiteindelijk een vis aan de haak te slaan. En Hans heeft voor dat voeren overigens een bootje met een klein kiepbakje achterop. Als we het weekend gewerkt hebben en ik wil door de week gaan vissen en ik kom op een plekje aan waar ik toch gevoerd heb en ja, daar zit vader met 3 kinderen te vissen. Ja, en ik heb er gevoerd, dus ik heb daar tijd in gestopt, dan is het wel even jammer. Ja. Dan is het eventjes op tanden bijten en dan eventjes een klein beetje GVD'tje en dan moeten we maar naar een andere plek toe. Als die niet ook bezet is. Ik heb inderdaad een zaak in Visaask, maar daar kan je zeker de laatste periode, vooral het voorjaar, heel goed merken dat het een stuk drukker was. En hoe komt dat dan? Ik denk dat het komt vooral dat ook de grenzen dicht waren. In die branche, zeg maar, vooral de karpervisserij, heb je ook veel jongens die naar België gaan, naar Frankrijk gaan of naar andere delen in Europa. En ja, als de grenzen gesloten zijn, dan gaan ze toch in eigen land vissen. En je merkt ook dat veel mensen gewoon meer vrije tijd hebben, niet naar hun werk kunnen of misschien zelfs ontslagen zijn of wat dan ook. Dat ze dan toch op die manier gewoon lekker hun vrije tijd aan de waterkant gaan besteden. Beetje afhankelijk van welke vis je aan de haak wil slaan, geduld is en blijft een schone zaak. In de jaren leer je dat, dat je niet elke dag of elk uur wat vangt. Het kan 1 visje zijn op een dag, maar het kunnen er ook 6 zijn. Ja. Het kan er ook niks zijn, maar het kan ook een week lang niks zijn. Maar dan geniet je toch nog en je komt toch tot rust. Je geniet van de natuur, van de dingen om je heen, de gesprekken met je maten en dat soort dingen. Ja, dat moet je gewoon leren. Staan zoals je ziet bij de hef. Het is afgaand water. Je ziet ook de turbulentie in het water. En dan zijn er bepaalde vissen die dan die gaan jagen op de kleine aasvisjes die dan in de problemen raken door de stroming. En daar probeer ik vis op mee te vangen, zeg maar. Tegenwoordig noemen ze dat streetfishing. Ik ben geboren in Rotterdam en ik vis hoofdzakelijk in Rotterdam. Dus wat dat betreft heb je gewoon heel veel mogelijkheden hier om in ieder geval de hengelsport te beleven. Arthur vist vooral op roofvissen. En dat zijn vissen die op andere kleine visjes jagen. Eén ding is zeker, je hebt vaak sneller raak dan bij de karpers van Hans. Toch zal je net zien dat als er een camera op je hengel gericht staat, ze net niet in jouw haak bijten, maar wel in de haak van iemand een paar meter verderop. En zoals het hoort, op een matrasje wordt de haak eruit gehaald en de vis, die gaat meteen weer de Maas in. Zeker met dat streetfishing, wat in een omgeving gebeurt waar heel veel andere mensen lopen, met kinderen, gezinnen en dergelijke. Die vinden dat best wel leuk, zeker op het moment als je een vis vangt. Want die zijn... En niet van bewust dat in dit soort water of gewoon in een singel midden in de stad, dat daar gewoon vissen zwemmen van misschien wel 1 meter lang.